Goedemiddag, ik ben André de Waard van Op het Rood uit Ospel. Op het Rood is sinds jaren al Fredo-dealer. Naast Fredo doen we onder andere ook Klaas en Bauer waterhaspels en dergelijke. Triolied voermengwagens. Maar we staan hier nu in dit geval in Euskirch in Duitsland bij de eerste recent door Op het Rood geleverde Fredo Driasser 7138. De machine met een V8 Scania motor van 710 pk en een 32 kubus tankopbouw. De machine rijdt hier op dit moment in het graan. Daarvoor is hij uitgerust met een boomweg van 27 meter, waardoor hij in de spuitsporen kan rijden en zo precies de velden afwerkt zonder dat er door het graan gereden hoeft te worden. Het rijden gebeurt allemaal in de spuitsporen. Het mooie van deze machine ten opzichte van de trekker-tank combinatie is, het is nu nog relatief vochtig in het veld, zo vroeg in het voorjaar. En dan kunnen we toch met een machine met drie aangedreven assen goed door het veld rijden met de minste bodemschade. Deze driasser heeft een exact goede gewichtverdeling, waardoor dat de schade in het veld ook minder is, uitgerust uiteraard met een bandendrukwisselsysteem. Waardoor we deze bodem en in het vroege voorjaar het graan al kunnen bemesten, waardoor het zoveel mogelijk effect heeft op de groei van het gewas. De machine is verder uitgerust met een 12 kubus vogelzang mestpomp, waardoor die in minder dan 3 minuten vol is. De 32 kubus tank is groot genoeg om een vrachtwagen, die hier wat kleiner zijn dan in Nederland, in één keer leeg kunnen halen en daardoor de grootste capaciteit en effectiviteit hebben, ook in de aanvoer. Op dit moment rijden we op een veld van 38 hectare. De aanvoer gebeurt bij een biogasinstallatie hier vandaan op een kilometer of 3 afstand. En er pendelen 4 vrachtwagens heen en weer, waardoor de machine de mogelijkheid heeft tot ongeveer 160-170 kuub per uur uit te brengen. We rijden op dit moment 17 kuub per hectare en dat is voldoende voor deze akkerbouwer om zijn voorjaarsbemesting te doen. Wat een kenmerk voor een Fredo zelfrijder is dat ze in de hondengang rijden. In dit geval doen we dat niet, omdat we door de eerder gereden spuitsporen gaan. Deze 12 kubus pomp die gemonteerd is op het voertuig, hebben we ook nodig om de hoeveelheid mest met de rijsnelheid die we nu hebben ook uit te nutten. Zodat we snelheid kunnen maken en evengoed die 27 meter over de volle breedte kunnen verzorgen van mest met een goede rijsnelheid. De machine is verder uitgerust met sectieafsluiting. Dit perceel ook, dat loopt in een spits. En daardoor kan hij, als hij op de wendakker komt, kan hij zo in stappen zijn deelbreedteschakeling uitschakelen. Waardoor er geen overlap is in de mest en de maximale mest benut wordt en we nergens dubbelbemesting doen.